Zo ziet het er nu ook wel een beetje uit, toch? Ja. Eigenlijk. Op zich wel. Je kan tegenwoordig door modellen heen lopen met point clouds in met renovaties. Dus er komt straks in de loop van het jaar gaan we beginnen met de renovatieklus. Dan is er een oog, een 3D-oog, door de straat heen gegaan. En is alles digitaal ingemeten. Ja. Dus er kan al meer. En dat is dan echt, dat is ook van jullie bedrijf dan? Ja. Nee, dat duurt. Dat laat je dan... We hebben zelf geen apparaat en die techniek die wordt ook zoveel vernieuwd. Moet je ook niet willen eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. En ook bijvoorbeeld met de verbouwing van ons kantoor hebben we aan de binnenzijde hebben we alles gescand. En kan je zelfs op de halve centimeter kan je inmeten hoe groot of sparingen zijn of doorgang of kozijnen. Je kan er nog net nu niet van bestellen, denk ik. Dus er moet nog wel wat nagemeten worden, maar je kan heel veel al scannen en inmeten. Bizar eigenlijk, hè? Ja, we digitaliseren meer en meer. Het scheelt ook heel veel werk, denk ik. Of het ander werk creëert. Ja, het creëert ander werk. En sommige processen gaan sneller en nauwkeuriger. Maar het doel is altijd met minder mensen meer doen. En daar helpt het wel bij. Maar ja, zoals ik dat zie bij een klein aannemertje, zoals mijn zoon, die is dan gewoon zelf aan het werk. En dan wordt er een vraag gesteld van een ander werk. En hij pakt zijn telefoon. En hij kan zo meedenken, want hij heeft zo die tekeningen daarin zitten. Ja. Alles zat er gewoon in die telefoon. Ja. Maar dat is ook met videobellen en dergelijke en Zoom. Er gaat al meer digitaal. En ja, dat is ook goed. Het zijn voordelen. Het wordt gewoon gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gerobotiseerd. Ja. Hebben jullie ook robot? Kunnen jullie voorbeeld geven dan van robots die jullie inzetten? Wij kunnen nog niet een voorbeeld geven van robots, maar we kijken wel met een schuin oog wat er allemaal gebeurt. We kunnen wel met een soort deelrobot, wat we bijvoorbeeld met de metselaars gedaan hebben, is natuurlijk een zwaarder vak. Hè? Die stenen moet je vasthouden, je rugbelasting. En hebben we met exoskeletten gewerkt. Oh, wat en gaaf. Dat is niet helemaal gerobotiseerd, maar dan hebben we dus exoskeletten waarbij hun lichaam ontlast wordt. En kan je alsnog kan je dus ondersteund metselen. Gaat dat niet trager? Wat zeg je? Gaat het dan niet trager? Voor zover bij ons bekend, trager, niet. Volgens mij. Nee, weet je waar je ook veel digitalisering ziet, is op de bouwplaats. Zeker bij grotere bouwplaatsen is steeds meer camera toezicht. En die camera wordt bij softwareapplicaties gekoppeld. Waarbij je ook looplijnen en rijlijnen kan zien, zeg maar, waar auto's rijden. Dus als mensen die lijnen kruisen, dat er dan alarmbellen afgaan. Dus die software en die digitalisering draagt ook bij aan de veiligheid. Dus dat is ook een waanzinnig belangrijk aspect. De veiligheid in de bouw. Ja, absoluut. Dus, nog genoeg... Zeker. Ja, en daarnaast uiteraard, als je dingen bestelt bij een leverancier met bouwmaterialen, had je vroeger ook altijd vrachtbrieven en bonnen aftekenen naar kantoor toe. En als dat tegenwoordig allemaal digitaal gaat en voor goede ontvangst en de aantallen geteld, en dat kan allemaal digitaal via een iPad. Ja, dat werkt alleen maar sneller en het is meteen vastgelegd. En het is ook super, hè? Want in het begin, als je met zo'n automatiseringsslag komt, zeg maar, dan denkt iedereen van jeetje, wat gaat er nou gebeuren? Moet het nou allemaal? Maar zo langzamerhand heb je iedereen mee en dat creëert ook weer een vorm van samenhorigheid. Ja. Want soms moet de één even iets meer doen voor een ander, zodat een ander er eigenlijk veel minder werk aan heeft. Dus je ziet ook de jeugd, die is enorm heel gewend. Handig in, zeg maar, ja. Die zijn opgegroeid met swipen, bij wijze van spreken. Ja. Dat is en dat zie je gewoon terug. Mijn kleinzoon die vlogt. Oh jee. Mijn zoontje weet nu al dat hij iets moet doen met zijn handje op dat beeldscherm. Ja? Hij snapt nog niet het swipe-idee. Hij is 9 maanden, maar hij snapt wel dat hij er iets mee moet, zeg maar. En toch heb jij wel papier. Ja, en ik vind het lekker om te krabbelen en te doen. Ik ben nog niet zo milieubewust. We gaan even naar... we gaan nog even door. We noemden net al dat jullie best wel inzetten voor de maatschappij. Onder andere door sponsoring van FC Volendam en de RKAV. Maar jullie zijn met meer bedrijven of met meer verenigingen zijn jullie... En de handbal en de hoe heet het, de basketbal. En we doen ook op een andere manier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld de zorgboerderij, daar doen we het nodige voor. En we hebben een warme band met het missiehuis. Ja, daar zitten jullie dichtbij. Van de AVS natuurlijk, uiteraard. Dus ja, zo zijn er meerdere dingen die we doen.
Avermeduut, natuurlijk. Ja, ja, het is natuurlijk ook familie van een dochter. Mijn schilder, ja. 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 Oh. Dus ze zitten natuurlijk naast ons. En die dragen we een warm hart toe. En die timmerfabriek, timmerfabriek Volendam, is dat ook nog steeds van Hein Schilder? Ja, dat is onze timmerfabriek. Ja. Maar omdat dat een andere naam heeft. En dat zit in gewoon binnen het bedrijf. Eigenlijk binnen dezelfde Kamer van Koophandelnummer. Is het een handelsnaam van HSB Bouw. En daar hebben we gewoon een volautomatische windowmaster, zoals die machine heet. En daar gaat hij hout in. En, gaat een boom in, dan komt de kozijn uit. Ja, bijna wel. Ja, zo. Ja. Hij moet nog wel zelf opgesloten worden, dus hij is niet helemaal gerobotiseerd. Maar het is wel zo dat het profileren en de verbindingen en dergelijke, die worden er volautomatisch aangezet. En ook het 3D-tekenprogramma, daarmee worden machines aangestuurd. Maar daar worden dus eigenlijk al jullie kozijnen gemaakt, die jullie zelf gebruiken? Ongeveer de helft van onze kozijnen wordt door onszelf gemaakt. Maar er zijn ook andere... toeleveranciers, ja. Nee, andere bedrijven die kozijnen bij ons halen en kopen. Andere grotere bedrijven en andere kleinere bedrijven. En ook heel veel klusbedrijven in Volendam. Die weten dat de kwaliteit van onze kozijnen heel erg goed is. En die zijn jarenlang vaste klant bij... Voor mijn woning komt ook alles er vandaan. Ja, ze zijn tot het tuinpoortje. Tot het tuinpoortje. Maar je hebt wel natte raam. Nee, dat is een ander verhaal. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Waar we het wel over gaan hebben, is over volgende week. Volgende week komt Martin Veerman te gast. Misschien beter bekend als Wolfgang Schwalbe. Ja, Sir Martin. Noem maar op. Hij heeft meerdere alter ego's. Maar hij komt volgende week praten over zijn muziektherapie die hij geeft bij Stichting De Zorgcirkel. Ja. Dit is goed. En we sluiten zo direct af. Deze uitzending wordt trouwens zondagavond herhaald. Maar we sluiten af met een verzoekplaat van jullie. Voor jullie collega. Ja. En dat is, misschien moet hij het wel even toelichten, want hij past naadloos in de muziek die we al gedraaid hebben. Foxy Foxtrot van Nico Haak. Ja. Waarom deze plaat? Waarom? Ja, waarom dan? Ja, waarom nou? Hè? Ja. Ja, omdat alle muziek door André Vos bepaald is, dachten wij, deze is goed voor hem. Het is een mooie uitsmijter. Ja, dat is een mooie uitsmijter. Ja, dus André, deze is zo direct voor jou. Geniet ervan. Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Zoals gezegd, dus volgende week weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen met Martin Veerman. En deze uitzending wordt zondagavond herhaald tussen 8 en 10. En is onder andere te beluisteren via onze website www.rtvlove.nl. Klaas, wanneer kunnen we naar jouw programma luisteren? Mijn programma, dat is door de week van maandag tot donderdag van 5 tot 6. Op zaterdagmiddag van 3 tot 5. En op maandagavond van 6 tot 7. Dus jij bent eigenlijk continu op de radio? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk meer op werken gelijk. Oeh, dat moet je voorkomen, Klaas. Ja, en, Heren, heel erg...